Tot nu toe heeft Jennifer van Dijk Silos, voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau, geen indicatie of de verkiezing van 25 mei zal worden verschoven. Zij was vandaag de gast in het programma In Gesprek Met. Van Dijk Silos zegt dat als de regering de verkiezing zou verschuiven, het OKB paal achter dat besluit zal staan. De OKB-voorzitter zegt dat het COVID-19-virus elke beslissing rechtvaardigt om besmetting van het volk tegen te gaan. En we moeten ook denken aan onze cultuur bij de stembureaus. Mm-hmm. Dat zijn massa's die feest vieren, ja. Die dansen en met elkaar en feest vieren. En op je afkomen en een brassa geven en jij killen. Ja. Dat zijn allemaal besmettingsmomenten. En moet je rekening mee houden. Als, je moet het volk ook beschermen tegen zichzelf. De stembureaus, we weten het, kleine klaslokalen, leslokalen van de scholen. Zijn ook niet equipped dat het bureau op 1 meter afstand van elkaar gaat zitten. Dus ze zitten allemaal bij elkaar, nog geen 30 centimeters van elkaar verwijderd. Ook allemaal besmettingsmogelijkheden. De mensen die in het stemlokaal komen, komen alvast met een oproepingskaart en een ID-kaart. We weten ook dat het virus op oppervlakken blijft leven. Het wordt aangereikt, er is contact. Potlood die je daar moet hebben om te kleuren, zit ook vol virussen als iemand besmet is. Het betekent dus dat mensen met hun eigen potlood moeten komen naar mijn gevoel hoor. Ja. Want je gaat echt geen duizenden potloden kunnen inslaan voor één stembureau. Weet je, dus allerlei maatregelen, allerlei mogelijkheden van besmetting die we niet kunnen intomen en niet kunnen beperken, gelet op de manier waarop we stemmen, zeg ik, als de regering een besluit neemt, zal het OKB dat echt begrijpen. Van Dijk Silos zegt dat het OKB de training die was opgezet voor de toezichthouders op de stembureaus heeft opgeschort vanwege het COVID-19-virus. Ze geeft aan dat nog de trainers, nog de toezichthouders zich hielden aan het protocol van het OKB omtrent het virus. Wij hebben, zoals u heeft gemerkt, vrij strenge regels hier. Je moet echt met je mondkapje binnenkomen, je, met je handschoenen, sanitizing. En we ontdekten dat nog de trainers, nog de toezichthouders zich aan het protocol hielden. Mm. Dus hebben we het harde besluit moeten nemen om op te schorten. Want als je niet kan rekenen op de trainers dat ze zich eraan houden en op de toezichthouders ook niet. En ze trainingen geven op een bepaalde manier. Wij regelen, hebben de zaal geregeld dat men op een afstand van elkaar zat. En dan ontdekken we dat ze met z'n 4 of 5 aan de tafel zitten. Nog geen 50 centimeter van elkaar verwijderd. Nou, dat risico en die verantwoordelijkheid wilden wij niet nemen. Dus hebben we opgeschort. Ik ben nu bezig met een groepje na te gaan hoe we de trainingen op een andere manier niet fysiek verder gaan verzorgen. Voorzitter Jennifer van Dijk Silos van het Onafhankelijk Kiesbureau. Ze wil de trainingen op 1 april weer opstarten, maar dan op een andere manier.